Wie zou je... Ik moet het even verpesten, ik kan het echt niet doen. Wat zei je? Als dat op TikTok komt, ik ben ge... Zou jij haar ook terug marryen, denk je? Ja. Hoe oud zijn jullie? 13. Call 911! Call 911! Zou je met mij betrouwen? Hey. Oh man. Hey. Yes! Ja, ik heb 3 TikTokers voor jou meegenomen. Nee, dat is keigemeen. Boys. Nee, dat kan echt niet. Boys, jullie mogen komen. Oh, dat is echt erg. Yo, mijn naam is Aka Junior en ik breng jullie weer een nieuwe video. Jullie gingen super hard op de eerste versie met de dames. Dus dacht ik in mezelf, ik moet eventjes de boys meenemen deze keer. Ik heb 3 frisse boys meegenomen. Boys, kom maar eventjes die beeld, mannen. Allemaal frisse en zo. Ik zie jullie wel. En wie denkt u dat het meeste gekild gaat worden van jullie 3? Ik wil wat denken jullie. Ah, geloof een beetje jezelf, man. Dat is bullshit, nee. Geloof een beetje jezelf, man. Jij gaat sowieso winnen. Alles. Voorgaan. Je weet toch. Nee. We gaan zien. Let op mijn woorden. Hij gaat de meeste merries krijgen. We zien op het einde van de video. Ja, vergeet zeker niet te liken, te abonneren. We hebben bijna 30k abonnees. 30k. Let's go. Ken je het spel toevallig Kiss, Marry, Kill? Ah ja, ik ken dat wel. Ken dat spel? Ah, je kent het? Wat als ik zou zeggen dat we dat nu gaan spelen? Ja, oké, is goed. Ja, boys, jullie mogen in beeld komen. Ik heb hier 3 frisse boys meegenomen. Dus, op eerste zicht, wat vind je van deze 3 boys? Ja, ziet er goed uit. En wat vinden jullie van haar, eerste zicht? Een mooi meisje, mashallah. Ja, ziet er wel mooi uit. Oké, nice. Wie zou je... Ik moet het even verpesten, ik kan het echt niet doen. Wat zei je? Als dat op TikTok komt, ik ben geneukt. Maar dat komt niet op TikTok. Komt op safari. Ja. Ik ben geneukt als dat komt op TikTok, echt waar. Ja? Ja. Ken je toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja. Wat als ik jullie zeg dat we dat nu gaan spelen? Oh, geen stress. Oké. Ik heb 3 frisse boys voor jullie meegenomen. Boys, kom maar eventjes in beeld. Yes. Op eerste zicht, wat is jullie eerste indruk van de jongens? Mooi. Knap. En wat is jullie eerste indruk van deze 2 dames? Mashallah man, mooie dames. Dat zijn mooie dames. Mooie dames? Oké, we gaan starten bij jou. Wie zou je kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Trouwen. Oh ja, yes. Met hem trouwen, oké, nice. Kissen. Hem kussen? Ja. Hem killen? Oh. Wacht, waarom wil je hem killen? Ja, hij is lief. Hij kwam naar mij. Hij is lief. Hij is lief. En waarom zou je hem willen marryen dan? Hij heeft gewoon een mooie stijl. Mooie stijl. Zie je, drip werkt. Oké, maar nu is de vraag. Zou jij haar ook terug marryen, denk je? Ja. Oké, dat is goed. Mag je wachten alsjeblieft? Ja. Hoe oud zijn jullie? 13. Call 911! Call 911! Just in case. Nee, is niet erg. De volgende. Kiss. Hem zou je kissen? Ja. Oké. Hem marry en hem kill. En waarom... Alhamdulillah. Mooi. After marry kregen. Maar nu is de vraag, waarom wil je hem killen? Hij is nog knap. Ja, maar gewoon niet jouw type. Hij is wel met type, ja. Maar gewoon. Oké. Niet slecht bedoeld. En waarom zou je hem willen marryen? Waarom zou je hem willen trouwen? Gewoon. Oké. Zou jij ook terug denken? Ik ben verloofd, maar mocht je niet verloofd zijn, ja, waarom niet? Oké. Mooi antwoord. En dan wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Mij liet sturen op Insta dat jullie mij zagen. Op die interview. Dank je. Oké, nice. En kun jij een beetje die boys fixen? Ja, ik denk het wel. Allee, ik hoop het. Ik weet niet, ik hou me daar niet echt mee bezig, maar kan. Heb je game of heb je geen game? Ik weet niet. Ik denk dat jij me dat misschien wel kunt vertellen als je mensen biedt ziet ofzo. Oké, ik hoor je. Ken je spel toevallig Kiss, Marry, Kill? Ja. Wat als ik jou zeg dat we dat nu gaan spelen? Let's do it. Ja, boys, jullie mogen komen hoor. Frisse boys. Wie zou je van hun kissen, wie zou je killen, maar wie zou je trouwen?
sorry, maar hij lijkt echt zo jong. Ik ben 18. Hem zou je killen. Ja, maar ik ben 22. Ik ben 18, denk ik. Hij is 18, jongens. Hij is niks voor mij, maar misschien voor andere meisjes. Oké. Okay. Dus sorry, maar echt niet op je uiterlijk afgegaan, oké? Okay? Echt, ik wou je niet te kutten. Kies hij. Want je bent niet echt mijn type of zo, maar je bent niet lelijk of zo, dus kan gewoon. Stop de cap! Ik ben mijn type, dus. Mary. Oh, oké! Okay. Deze baf valt in de smaak! Maar, waarom? Zie je die lijstjes? Zie je die lijstjes? Oh, wie denk ik als stuk? Oh joh, maar nu is de vraag. Zou jij haar terug marryen? Ik denk het wel, een jaar op Eri. Ai. Hij ging voor één knie. Hij ging op een knie voor jou, man. Wat zegt dat? Ja, schattig. Ja, toch? Kennen jullie toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja. Ah, ik ken het. Ja. Wat als ik nu zeg dat we dat nu gaan spelen? Met wie? Met James Charles. Oh. Nee. Ik heb 3 TikTokers meegenomen. Boys, jullie mogen komen. Oh, dat is echt erg. Dag boys. Yo. Eerste indruk van deze dame. Mooie light skin en mooie white skin. Zij is niet light skin. Zij is... Oké, okay, wat? Ze zijn allemaal mooi. Alle vrouwen van de leven. Bro, zwijg. Wie zou je bij hun kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Met trouwen dus. Was echt, iemand killen is echt gewoon erg. Kan nee, er zijn no hard feelings hier, dat boeit niet. Gewoon. Denk maar rustig naar, is geen druk. Je hebt al beter kunnen denken nu. Yeah. Dus, kiss, marry, kill. Woehoe. Dus wacht, wie wil je marryen? Hem, hè? Nee, hem. Ah ja. Ja, je valt echt de smaak bij de dames, hè? Eerlijk, dat komt er in drip, hè? Dat is die outfit, hè? Hij heeft echt mijn zwerver. Ja, daarom. Hij heeft een schattig lachje. Damn. hij bloost helemaal. Damn. Je kunt het alleen maar niet zien, maar... En waarom wil je hem, deze meneer, killen? Ik weet niet, omdat ik... Hij is husband material een beetje bij mij. Ja. Hij zou ik echt nog oprecht kussen nog, dus ja. Dus hij is gewoon van, ja. Ja. Begrijp ik. Maar nu is de vraag, zou jij haar ook terug marryen? For real. Ja? For real. Oh, oké, okay. Hij is gewoon for real, hij is 100%. Oké, okay. Ik zie je, man. Vraag haar nummer. Ja, vraag haar nummer. Oh, Instagram, Snap. Oh. Instagram. Easy. Kijk wat dat. Ah, zo moet het. Zo moet het. Smooth. Snap je? Smooth. Dat kids. Oké. Dus een man, laat er geen gras over groeien. Oké. Gelijk, straight to the point. Right. Hey, hola, die term is echt dood. Dank je wel. Noem mij Cupido, man, noem mij Cupido. Oké, okay, nice, oké. Okay. Dag dames, stel jezelf eens voor. Ik ben Puk. Ik ben Wacht, Jamie. Puk. Oké, okay, mooie naam. Ja. Ik ben Jamie. En ken je toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja. Oké, okay. Wat als ik u zeg dat we dat nu gaan spelen? Ja, ligt eraan wie het zijn. Ja, ik heb 3 leuke TikTokers meegenomen voor jullie. Jullie mogen gewoon kiezen. Kiezen, marry of killen. Ja, boys, jullie mogen in beeld komen. Eerste indruk? Ja, toppie. Leuk. Super. Gezellig. En wat is jullie eerste indruk? Prachtig. Mashallah. Zo'n mooie dames. Oké, okay, we gaan starten bij jou. Denk maar rustig naar, is geen nee, druk. Maar dit wil ik niet doen. Ik ga toch niet iemand killen hier voor mijn neus? Dat is niet erg, ze nemen me niet persoonlijk. Nee, ik val wel op lange mannen, dus sorry. Ik ga dan de korte killen. Oh. Ja, ben ik wel. Oké, je gaat de korte killen. En wie zou je kissen en wie zou je met trouwen? Ja, het is een beetje lastig, want ik ken ze niet, dus ja. Wow. Kleden, eerste indruk, zeg maar. Ik zou jou dan kissen en jou marryen. Oh, oké. Okay. Wow, okay. Ik had dat niet verwacht. En bij jou? Ja, die kleine heb je ook. Ik heb er maar 2 over. Dus ja, ik heb er maar 2 over, inderdaad. Nee, ik heb wel een beetje hetzelfde als haar. Dus dat die kleinere man, die zou ik denk ik ook wel killen. Ja, kleinere man. Jou marry en dan jou kissen. Oh, oké. Okay. Dan is de vraag... Zou jij dan terug haar marryen, denk je? Tuurlijk. Ja? En voor jou?
Ja? Ja? Oké, okay, mooi, mooi. Ben je een beetje game bij de jongens? Ben je spits? Heb je goede sliding technieken of zo? Ik slide niet, bro. Waar is er een vrouw die nooit wil sliden? Ik sta die komen naar mij. Oeh, zo, zo. Oké, okay, dat is die lijstgieting, hè? Ah, ik hoor je, ik hoor je. Ken je toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja. Wat is ik jou zeg dat we dat nu gaan spelen? Ja, ik heb drie TikTokers voor jou meegenomen. Heel drie frisse boys eigenlijk. Dus, nee, dat is kei gemeen. Boys! Nee, dat kan echt niet. Nou, mogen komen hoor. Maar jullie komen in heel mooie entree, boys. Heel mooie entree. Niet slordig of zo, totaal niet slordig, maar is niet erg. Maar hier heb ik niet meer aan. Is geen probleem. Wat is de eerste indruk van deze drie jongens? Goed, hè? Zo mogen er zijn. Wie zou je van hun kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Oh, maar dat is echt gemeen. Nee, dat is niet erg. No hard feelings. Echt, nee, serieus. No hard feelings, denk je. Gewoon killen, met een mes. No hard feelings, ja. Ik denk dat ik jou zou marryen. Ik vind hem echt schattig. Oh, je bent schattig. Maar meestal als dames zeggen dat de boy schattig is, is dat meestal niet altijd goed, hè? Toch? Juist wel. Ja, schattig, toch? Ik ben niet voor zo. Ah, oké, okay, is goed. Je bent van die bad boys. Nee, they did me dirty. Daar gaan we echt niet meer doen. Ah, oké. Okay. Kijk goed, hè. Er is geen druk. Maar jullie gaan hier toch geen funny memes of zo van maken, hè? Nee. Hangt van jouw antwoord af. Sorry, dan ga ik u moeten killen en u gaat kussen. Oké, okay, dat is geen probleem. Maar waarom wil je hem dan killen? Voor welke reden misschien? Omdat ik gewoon... Ik weet niet... Niet al typen. Nee, niet per se, maar ik moet ze alle drie toch gewoon een uitdruk geven. Ja. En waarom... Zeg het nodig? Ja, voilà. Geen probleem. Sorry. Waarom wil je hem marryen? Ziet dat eruit als husband material? Ja, daarom is hij zo kalm. Hij straalt zo kalm. Kalm! Deze man is luid. Ja, ik ben ook luid, maar... Dat hangt van. Ah, oké. Okay. Ja. En hangt vanaf van welke situatie. En zou je haar ook terug marryen, denk je? Tuurlijk. Oh, dat is schattig. Pak de snap ineens. Oh, we are snap. Ja, vraag. Vraag een snap. Insta, ja, tuurlijk. Ah. Maar ik ben niet into... ik ga geen... Ik ga geen wat? Gewoon vrienden, hè. Nee, dank je. Jullie praten toch? Ik ben... ik zeg niks. Wat? Hij laat het lukken. Ik zweer het u, noem mij Cupido, man. Jij mag kiezen als je toevoegt. Welke is het? Dat is de eerste. Eerste. Ja, ik zal dat wel doen, hè. Braaf zijn, hè? Ik ben niet zo gemeen. Heb je een beetje succes bij de mannen? Kan je mannen fixen? Ik moet die niet fixen. Oeh, je moet die niet fixen. Leg uit. Ik ben niet geïnteresseerd in jongens. Okay, ah, je bent niet geïnteresseerd in jongens. Oké. Okay. Alleen meisjes, wat zeg je? Ook niet in meisjes. Gewoon niet geïnteresseerd. Ah, nice. Ken je toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja. Wat is ik jou zeg dat we dat nu gaan spelen? Ja, oké. Okay. Ik heb drie frisse boys voor jou meegenomen. Boys, kom maar eventjes in beeld. Dus, eerste indruk van deze boys. Wie van hun zou je killen, wie zou je marryen en wie zou je kissen? Oké. Okay. Oké, okay, ik zou hem kissen, hem marry en hem killen. Oeh, hem killen. En waarom zou je hem killen? Niet mijn type. Ah, niet jouw type. En waarom zou je hem marryen? Met hem trouwen, waarom? Gewoon. Gewoon. Hij ziet er als husband material uit. Niet echt, maar... Wow. Oh, niet echt. Pik je dit. Oh, zo gratis. Oh, hij is speechless. Niet echt, maar ik had geen keus. Ja, ik had geen keus. Echt. Nee, met zo. Dus zou jij ook haar terug trouwen, denk je? Ja, maar sowieso. Wilt je trouwen? Ik dacht van niet van mijn vinger. Oh, dat was niet schoon, bro. Ja. Heeft iemand vaseline voor hem? Kom, kom. Nee. Op je knie. Na upper. Ga op je knie, ga op je knie. Als jij die aanzet, dan mag die houden. Jasmina, ik noem je Jasmina. Zou je met mij willen trouwen? Oh, man. Yes! Hey! Putain! Ik ga stuk. En mensen, op zijn minst 1k likes op deze video. Ja, 1k. 1k likes. 1k 30k. 1k likes en ze gaan trouwen. Inshallah. Op livestream. Op livestream? Op TikTok live. Doneren. Ken je toevallig het spel Kiss, Marry, Kill? Ja.
Oké, wat is gezegd dat we dat nu gaan spelen? Ja, dat is goed. Ja. Dat is goed. Oké, ik heb 3 frisse boys voor jullie meegenomen. Ja, boys, kom maar in beeld hoor. Wie van hun zou je kissen? Wie van hun zou je marryen? Wie zou je killen? Wacht. Kan ik het zeggen? Oké. Ja. Oké. Wacht. Marry. Kiss en kill, sorry. En. En waarom wil je hem killen? Maar hij is ook echt super mooi, maar ik weet dat niet meer mijn type. Meer je type, ja. Oké. En waarom zou je hem willen marryen? Ik weet dat niet, eigenlijk. Wow. Ik ga wel die vraag beantwoorden. Hij is koude lang. Hij is koude sexy. Hij is gewoon mijn type als ik homo zou zijn. Maar bro, no homo. Hey, boys. Ik hoor je. Gaan we naar het toilet? Ja, laat zien. What the fuck? Hey, achter de scherm alsjeblieft. Zij zijn er. Was dat een beeld? Ik weet dat. Nee, dat was niet een beeld. Nieuw. Nu is het jouw beurt. Wie zou je kissen, wie zou je killen, wie zou je marry? Marry, kiss, kill. Oh, 2 keer kill. Boys, kan je liggen? Gewoon even, niet te om te stoeven of zo, snap je? Maar kan je liggen? We zijn alle 3 nog wel mooie jongens. Dus die keuze is sowieso al moeilijk. We kijken naar hem, hij is een mooi jongen. Kijk naar hem, hij is een mooi jongen. Ja. Peter gaat misschien een beetje bescheiden klinken, maar mooi. Ik vind mezelf ook een beetje mooi. Dus snap je? Iedereen is een mooi jongen. De camera is mooi. Akaza is mooi. Ja. Zij is mooi. Smash! Smash! Nu zei je gek. Waar wil je hem? Hem, ja. Waar wil je hem marryen? En hem serieus. Killen. Ja, hij is al getrouwd met... Kom maar in beeld. Oh. De ring. Ah. Alleen dat 2 vrouwen. Oké. Ja, dus... Nee, maakt niet uit. In Israël mocht je altijd 4 dames hebben, dus. Deze man. Lach maar. Die zijn altijd heel mooi. Aan wie geef je dat? Ja. De keuze is makkelijk. Ik zal dat geven aan mijn moeder. Oh, mama's kindje. Waar is mama? Dus, wat wil je zeggen tegen de kijkers thuis? Nee, like en subscribe. Ja, like en subscribe is bijna 30k. Als hij de 30k haalt, gaan wij een zware giveaway doen. Wat dit nog is, weten wij niet. Maar er komt een zware giveaway als we 30k hebben, op zijn naam. Hey. En 1k likes op deze video. Laat jullie horen, ja? Als hij 30k abonnees heeft, ik loop bloot in Antwerpen. Je hebt het gehoord, hè? Ik heb niet meer zo ver. Oké, dat is goed. We gaan bloot Antwerpen. En wij zijn door. Ciao. By you? What the fuck?